Gunter Niers, hoe gaat het met jou? Met mij gaat het momenteel heel goed, Peter. Gelukkig, hè. Ja, hopelijk blijft dat zo. Nog niet getroffen door corona? Nee, ik denk het niet. Nee. Dan zou ik het gevoeld hebben. Gelukkig niet. Nee. Maar je voelt wel de gevolgen van de coronacrisis aan levende lijven nu, hè? Ja, we hebben hier in Limburg een theater, Theater de Roxy, en wij hebben dat eigenlijk al gesloten, nog voordat het moest. Sven de Ridder had zijn valies gepakt de 8e maart, en eigenlijk de 10e maart hebben wij beslist, de volgende voorstelling kan niet doorgaan. En heel snel daarna is de regering dan ook ons gevolgd. Nee, dat is niet waar, maar ze hebben dat dan ook opgelegd, en waren we blij dat we dat al voorzien hadden, want we hebben ook soms ook een ouder publiek erbij, en we zouden echt waar niemand willen geïnfecteerd hebben in onze zaken, dat is ook niet gebeurd. Maar Sint-Truiden is in Vlaanderen wel een getroffen gebied. Hè. We zitten al met 8 sterfgevallen hier in het ziekenhuis en heel veel vrienden van mij die werken daar en zo. Mijn broer is hier ook schepen van de oudere mensen, dus hij is er ook wel echt hard mee betrokken. Maar ons theater ligt dus stil. Dat wil zeggen dat wij terug pas kunnen opengaan zoals elk seizoen eind augustus, begin september, hopelijk, hè, als het dan al mag. En dat wil dus ook zeggen voor mij, 6 maanden geen loon, 0 euro. Zelfs in tegendeel, want ik ben aan het werken om al die mensen terug te betalen, gratis aan het werken nu. Hè. Want de kosten lopen ook door, de huur van de zalen, de huur van de opslagruimtes. Wij moeten nu affiches maken voor het nieuwe seizoen, dus dat kost allemaal geld en er komt momenteel niks binnen. Gelukkig, moet ik zeggen, Peter, hebben we in het verleden goed geboerd en kunnen we die periode overbruggen als het niet te lang blijft duren. Ja. Je hebt nog geen schrik dat je theater eigenlijk moet sluiten, dus? Nee. Gelukkig niet, nee. Het gaat heel erg goed. En als we in september terug normaal kunnen openen, dan gaan we dat overleven. Misschien dat we onze coca 5 cent moeten opslaan of zo, ik weet het niet. Ik zeg het voor te lachen. Maar dat zouden de mensen dan ook met plezier doen. Wat we ook merken en wat we enorm appreciëren, dat is dat vaak mensen ook tegen ons zeggen van oh ja, je moet die ticketjes niet terugbetalen. Ik hou dat als steun voor Theater de Roxy. Dat appreciëren wij natuurlijk enorm. Ja. Wat gaat er nu gebeuren met de voorstellingen die geannuleerd zijn? Ja, we hadden de Braschaatse huisvrouwen met Ron Mos. Die is inderdaad geannuleerd. De mensen zijn daarvoor terugbetaald. En we hadden nog eentje, de Serviceflat met onder andere Peter Bulkaan. Die is ook geannuleerd. En dan hadden we in mei nog staan in de Roxy de Scheve Schaats, waarin ik zelf zou spelen. En die voorstelling, ik vrees dat die misschien ook niet kan doorgaan en die zal dan opgepikt worden in het nieuwe seizoen. Maar de mensen die daarvoor tickets hebben, die worden zeker en vast daar nog uitvoerig van op de hoogte gebracht. Ja. Staan er voor volgend seizoen al speciale dingen op het programma? Peter, nu komt de journalist naar boven, want je begint te vissen naar het programma van volgend seizoen. Wij houden dat altijd een beetje geheim tot juni. Nu is het natuurlijk wel een beetje een rare situatie. Ik kan zeggen dat wij volgend seizoen 10 jaar bestaan in Theater de Roxy. En dat is dus een beetje een feestseizoen voor ons. En het zal dubbel feest zijn om deze rare maanden zo snel mogelijk te kunnen vergeten. Dus er komt een herneming. Maar ik zeg niet van wat. Dus daarvoor moeten de mensen nog eventjes geduld hebben. Maar heel veel bezoekers gaan er erg blij mee zijn.